welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik mijn allereerste tutorial volgen. Oh my god, ik heb hem net even snel bekeken. Ik was zo awkward. Ik voelde mij zo extreem awkward. Ik vond het zo raar om te praten met niemand, want je praat letterlijk gewoon in een camera, dus je praat echt met geen enkel persoon. Ik was echt super anders dan hoe ik nu ben. Ik wist niet hoe ik gewoon mijn echte ik moest zijn. Ik was heel erg van het te. Ik praatte ook met een hogere stem. Ik weet niet waarom, maar kennelijk als ik mij awkward voel, praat ik met een hogere stem. Ik praatte ook echt super traag, terwijl ik geen trage praten ben. En ja, het was just all a mess. Al vond ik dat ik het toch best wel goed deed voor mijn allereerste video. Ik had nog nooit überhaupt iets gedaan voor de camera. Dus het was echt super spannend voor mij. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan en dat ik nu ben waar ik nu ben. Dus mijn kanaal beginnen was echt een van de beste stappen die ik ooit heb gezet in mijn hele leven. In mijn hele leven, alsof ik al 300 ben. Ik ben pas 25, maar oké. Ik heb ook de trui aangedaan, shirt aangedaan die ik toen aan had, want die heb ik nog. Ik had toen alleen geen achtergrondsysteem. Ik had ook niet alle belichting die ik nu had. Het enige wat ik had was een ring light. En de camera die ik nu gebruik als vlogcamera was mijn gewone camera toen. Dus de kwaliteit is ook iets minder dan nu al. Maar ik vind het echt super leuk om te zien hoe ik ooit ben begonnen. Ik had toen ook stel haar, ook met nep haar erin. Want mijn haar was toen echt extreem beschadigd. Nu niet meer, godzijdank. Maar goed, ik ga dus gewoon de make-up look maken van toen. Dus laten we snel beginnen. Ik heb mijn wenkbrauwen niet gedaan, want shocker, toen ik begon toen nooit met mijn wenkbrauwen. Nu heb ik mijn wenkbrauwen altijd al gedaan voordat ik überhaupt de video begin. Alleen toen niet, dus ik heb ze nou ook niet gedaan. Ik ga ook echt proberen om me echt precies zo op te maken als hoe ik het toen deed. Ik was niet super goed in make-up, ik kon geen cut crease, niks. Terwijl nou ben ik echt all about the cut creases, maar toen kon ik dat niet. Mijn oogschaduw was ook echt veel te laag en zo, dus... Maar ik ga het gewoon precies namaken als hoe ik het toen deed. Het was wel mooi voor toen, maar het kan beter. By the way, als je dit soort video's leuk vindt, ik heb al zo een video gemaakt waarin ik een vintage make-up tutorial volg. En dat is een make-up look uit het jaar 1960. En ja, dat was me ook een karwei. Oeh, we gaan mijn video erbij halen, jongens. Dit was dus mijn everyday glam make-up tutorial. Dus dit was de look die ik gewoon echt altijd maakte. Ik maakte ook echt nooit een andere look. Het was gewoon echt altijd dit. Hallo allemaal, mijn naam is Sarah. Ik ben 22 jaar en welkom bij mijn kanaal. Dit wordt mijn allereerste video. Ik ga video's maken over make-up. Ik ga tutorials doen, reviews. Ik ga echt van alles doen. Ik ben van plan 3 keer per week up te loaden. Ik heb nog geen vaste dagen, wil ik wel gaan doen, maar... Ik heb er nog geen in mijn hoofd. Mijn eerste video gaat over deze everyday glam look. Dit is niet mijn everyday gewone make-up look. Want die is een iets stuk minder glam. Maar dit is echt mijn everyday glam look. Dit is een glam look met zo min mogelijk stappen. En deze look doe ik eigenlijk als ik iets ga doen. En ik wil er zeker van zijn dat ik er wel mooi uitzie. Maar toch die extra wavavoom heb. Wil je zien hoe ik deze look heb gecreëerd? Laten we kijken. Ik begin eerst met het primer van mijn gezicht. Oh, mijn wenkbrauwen. Oh, mijn god, mensen. Professional van Benefit. Ik breng het altijd aan op het midden van mijn gezicht, oftewel de T-zone, want dat T-zone is het probleemgebied. Mijn wenkbrauwen toen, oh mijn god, ik had toen nog geen microblading laten doen, dus nou zien ze er een stuk beter uit. Ik begon dus met mijn Benefit Professional Primer, die heb ik nog en die bracht ik aan op mijn T-zone. Dus een beetje zo hier ook. Breng dit product niet aan op je hele gezicht. Breng het echt alleen waar je het echt moet hebben. Want anders wordt je gezicht één grote vettige zooi. En dat is niet echt heel mooi. Ik zie dat ik hem in die video ook aanbracht op mijn neus. Dat doe ik nou niet meer. Omdat het zorgt er een beetje voor dat alle make-up hier er dan afgaat. Dus dat doe ik niet meer. Maar ik ga het nou wel gewoon doen. Want ik doe die video na. Voor foundation gebruik ik Maybelline Fit Me. Kijk hoe scheef ik het vasthoud. Ik breng dit gewoon aan op mijn hele gezicht. Om foundation aan te brengen gebruik ik altijd of mijn Beauty Blender of deze Morphe kwast. Als ik meer dekking wil, dan ga ik voor mijn Beauty Blender, want die geeft meer dekking. En als ik iets minder wil, dan ga ik voor mijn Morphe kwast. Breng het aan met mijn kwast. Oh my god.
Dit muziekje, iedereen vond die zo annoying. Dit muziekje was echt vervelend. Die foundation heb ik niet meer. Die wordt volgens mij niet eens meer verkocht. Maar ik vond die wel echt altijd super fijn. Want ik had toen echt een super droge huid. Nu niet meer, maar toen wel. En ik vond die toen echt fijn. Maar ik heb nou wel de matte versie ervan in de kleur 128. Dus deze ga ik aanbrengen. Nu breng ik het altijd gewoon aan op mijn spons. En dan vanuit dat gewoon op mijn gezicht. Maar toen bracht ik het dus eerst aan met van die vlekjes op mijn gezicht. Dus ja, dat ga ik dan nou ook gewoon maar doen. En ik bracht het toen aan met de kwast. Dat ga ik nou ook doen. Maar ik heb nou kwasten van mijn kwastenlijn Sarah Marie Cosmetics. En dan ga ik het ook gewoon zo inblenden als hoe ik het daar ook deed. Nu is het tijd voor concealer. Ik gebruik die van Catrice. De Liquid Camouflage High Coverage Concealer. In de kleur 020 Light Beige. Die is iets te licht, maar ik vind het gewoon mooi als het hier een stuk lichter is. Dit breng ik aan in een V-vorm omlaag. Deze concealer is echt super dekkend. En hij is niet echt heel duur. Hij is volgens mij 3 of 4 euro. Ik praat zo raar, hè? Maar dat weet ik niet zeker zo uit mijn hoofd. Ik breng veel aan, joh. Met mijn vochtige beautyblender ga ik het nou uitblenden. Nu komt hij. Wat een dom muziekje. Die Catrice concealer heb ik niet meer. Ik vind hem nog steeds wel echt geweldig. En ik ga hem ook gewoon echt weer halen. Ik heb gewoon nog geen kans gehad om hem opnieuw te halen. Ik vind die ook heel fijn om Catrice mee te maken. Eentje die erop lijkt is die van Elf. En ik heb die ook in een hele lichte kleur. Medium Sand. Die dekt ook veel en is ook te licht. En ik ga ook zo lekker veel aanbrengen als hoe ik daar ook deed. Dus echt helemaal dit zo. Wat ik in principe nou ook nog gewoon doe. En dit blende ik wel in met mijn vochtige beauty blender. Die heb ik nou ook nog steeds. En dan blend ik het ook weer in. Dat doe ik nou ook gewoon nog, dus ja. En in die video bracht ik het ook zo aan op mijn ooglid. Dus dat doe ik nou ook. Dat doe ik ook gewoon nog steeds. En ik heb mijn wenkbrauwen nog steeds niet gedaan. Nu ga ik mijn neus lichtjes contouren. Ik gebruik de Iconic Lights & Contour Pro Kit. Oké, oh mijn god, stop even. Dit paletje was zo ontzettend vies dat ik hem niet wilde laten zien. Wat ik nou wel gewoon doe, maar toen wilde ik helemaal zo perfect zijn. En toen heb ik echt online gewoon een foto gevonden en gewoon die geplaatst. Omdat ik gewoon mijn echte paletje niet wilde laten zien. Van Revolution. Ik gebruik Revolution. Deze kleur. Neuscontouren, dat doe ik nou ook nog. Hierdoor wordt je neus iets smaller, of tenminste, dan lijkt hij iets smaller. En dit blend je uit. Ik ga er altijd nog even overheen met mijn beauty blender, zodat de lijnen iets meer vervagen. Maar het niet is alsof je twee strakke lijnen op hebt. Goed zo, Sarah. Dat contourpaletje is echt een dupe van die van NYX. Echt, de kleuren komen echt gewoon bijna overeen. Alleen het paletje van NYX is een stuk groter. En ik pakte toen ook al die kleur. En zoals je kunt zien gebruik ik die kleur nog steeds. Dus ik ga ook hiermee even mijn neus contouren. En dan met mijn beautyblender eroverheen, zodat het iets minder wordt. Nu ga ik baken. Ik breng de Laura Mercier powder in translucent. Ik hou alles een beetje vast. Altijd mijn Real Techniques spons, want die is hier zo mooi afgesneden. En dat is makkelijker met het aanbrengen van de beek. Dat is helemaal niet waar. Je komt helemaal niet in de hoeken. Ik was zo raar. Nu in de hoeken draaide ik hem om. Hebben we dat gezien? Ik heb die spons nog, als het goed is. Kijk eens wat we hier hebben, jongens. Nog helemaal vies en alles. Ik heb alleen die poeder niet meer. Ik heb nou die van Huda Beauty, maar die is ook goed. En wat ik dan deed, was met de platte kant hier poeder aanbrengen. Maar dat is in principe helemaal niet handig, want je komt helemaal niet hier in de hoeken. Zo, lekker veel aanbrengen, zoals ik daar ook deed. Maar ik had gezien dat wanneer ik in de hoeken wilde zijn, ik hem omdraaide. Dus ja, zo slim was ik dan wel weer gewoon. Nu ga ik mijn wenkbrauw doen. Ik gebruik de LA Girl Shady Slim Brow Pencil in de kleur Black. Je ziet hem niet eens. Ik maakte mijn wenkbrauwen zo dun altijd. Ik ben nooit goed geweest in wenkbrauwen. Nu nog niet. Nu ga ik het met concealer mooi strak maken. Dat doe ik ook nog steeds.
Dat wenkbrauwproduct heb ik niet mee, maar ik heb wel de NYX Micro Brow Pencil in de kleur Black 6. En die is nog gewoon de same. Dus terwijl de bik er nog gewoon op zat, deed ik mijn wenkbrauwen. Dat was in principe niet echt heel handig, want vooral toen had ik echt een droge huid. En als je poeder er zo lang op laat, ja, we snappen dan wel wat er gebeurt. Ik ga mijn wenkbrauwen nou ook zo dun maken als hoe ik het toen deed. Tenminste proberen, want ik heb nou iets vollere wenkbrauwen. Maar ik maak het dunner dan hoe ik het normaal zou doen. Ik maakte ze ook best wel blokkerig en hoekerig. Ik weet nog in het begin, toen ik dit net deed, dat echt iedereen zei van... Ik vind je make-up echt heel mooi, maar girl, die wenkbrauwen, die zijn echt niet mooi. Maar ik wist gewoon niet hoe ik het anders moest doen. Ik vond ze ook niet heel mooi, maar het lukte me gewoon niet om ze anders te doen. En tot de dag van vandaag kan ik ze gewoon niet goed doen. Ik ben er gewoon zo slecht in. Al vind ik ze nou wel een stuk beter, maar ja, nog steeds niet echt heel perfect, maar whatever. Oké, dus zo dun. Waar zo ongeveer? Dan ga ik ze ook weer onder strak maken met concealer. Nou, ik vind dat ik er op zich best oké uitzie, behalve de wenkbrauwen. Ik ga nu beginnen aan de ogen. Nou gaan we door met ogen. Ik gebruik meestal deze Revolution Palette. Super slecht paletje. Er zit heel veel kleur in. Als transitiekleur gebruik ik eerst deze kleur. Met een fluffy brush doe ik die in mijn arcadeboog. Oh, dat doe ik zo nog steeds. Het paletje die ik ga gebruiken is mijn Benefit Big and Beautiful Eyes paletje. En die heeft ook prachtige bruine kleurtjes. En ik ga dan ook weer hier de licht bruine kleur met een grote fluffy kwast in mijn arcadeboog doen. En ik deed alles best wel laag, dus dat ga ik nou ook doen. Nu breng ik het echt super hoog tot aan mijn wenkbrauwen en zo. Oh god, ik heb dus een look gemaakt met blauw en groen. En nu is er allemaal blauw en groen op mijn kwast. En dat wil ik niet af. Dan met dezelfde kwast pak ik deze kleur. Het is een iets donkerdere bruin. En nu focus ik mij meer op de buitenste hoek. Zodat er iets meer diepte komt. Pak nou iets meer bruin voor hier in de hoeken. Nu pak ik een andere fluffy brush waar niks op zit. En dan ga ik alles nog extra goed uitblenden, zodat er geen harde lijnen zijn. Oké, toen pakte ik een schone fluffy kwast. En daarmee ging ik er gewoon zo'n beetje overheen. Om het een beetje extra uit te blenden. Voor mijn ooglidkleur gebruik ik deze kleur. Dat is een glanzende kleur. En met een plat kwast breng ik dit aan op mijn hele ooglid. Kijk hoe laag ik die kleur hou. Oh my god. Oké, vooral mensen met hoedende ogen zoals ik. Dus wanneer dit een velletje hier zo op je lid valt, breng je kleur dan niet zo laag aan. Ik bracht het echt alleen maar hier aan. En dan viel dit velletje er helemaal op, waardoor je de hele kleur niet eens meer zag. Maar goed. Ik ga even een kleur pakken die erop lijkt. Deze onderste kleur. Ik heb net die kleur gebruikt en toen daarna die kleur ernaast. En dan nou deze glanzende kleur. En die bracht ik dan zo lekker laag aan hier. Oh mijn god, die kleur matcht echt perfect. Het voelt nou zo raar om me zo op te maken. Echt alles in mij wil hoger gaan, maar dat mag gewoon niet. Ik moet echt hier beneden blijven. Met de kleur die ik als transitiekleur heb gebruikt, ga ik nou alles uitblenden. En met de make-uploze fluffy brush ga ik nou nog overal overheen. We gaan nog een keer blenden. Ik pak dus weer die transitiekleur, deze lichte kleur. En dan met een fluffy kwast ging ik dan zo een beetje eroverheen weer om het te blenden. Ik denk dat ik vooral die glanzende kleur een beetje wilde blenden in de matte kleuren. En dan pakte ik mijn andere fluffy kwast waar niks op zit. En daarmee ging ik ook weer alles blenden. Dus ik was echt al vanaf het begin van het veel blenden, jongens. De donkste kleur die ik heb gebruikt ga ik nou ook onder mijn ogen doen. Oké, de donkste kleur die ik heb gebruikt is deze hier in de hoek. Ik gebruikte zo'n smudge brush. Die gebruik ik nou niet meer, maar ik ga het nou wel gewoon doen, want ik doe die video na. En die kleur bracht ik dan zo hier aan op de onderste wimperrand. Een klein beetje, maar echt bijna niks. Voor eyeliner gebruik ik eentje van Catrice. Dat is deze. Ik hou alles zo scheef vast. Oh, we gaan een wing maken en daar hebben we weer het muziekje. Oké, ik heb die eyeliner niet meer, maar ik vind hem wel geweldig. Eentje die erop lijkt is die van Anastasia, dus deze ga ik gebruiken om mijn wing te maken. Ik maakte de wing niet heel heftig, gewoon een beetje normaal.
Ik was altijd al best wel goed in het maken van een wing. Die maakte ik ook echt altijd bij elke look. Welke look ik ook maakte, er kwam altijd een zwarte wing. Nu niet meer. Oké, ik heb hem hier iets te dun gemaakt, iets te goed. Want ik zag in die video dat ik er meer echt een dik driehoekje van maakte. Dus dat ga ik ook nog gewoon proberen te doen. Voor mascara gebruik ik mascara nummer 3 van Ace of Face. Die heb ik niet meer, want die had ik toen gehad gratis in zo'n beautybox. Eentje die een beetje erop lijkt is de LA Girl Volumatic Mascara. Dus deze ga ik gebruiken vandaag. Zoals je ook al kunt zien in die video, ik heb never nooit mooie wimpers gehad. Toen ook al niet, dus ik heb ze niet verpest of beschadigd of zo. Ik had het toen al niet. Ik heb het gewoon nooit gehad. Ik ben gewoon nooit geblest met prachtige wimpers. Maar goed, maakt niet uit. Omdat ik echt bijna geen wimpers heb, of ja, niet heel lang, gebruik ik altijd nep wimpers. Als ik maar opmaak, gebruik ik die altijd. Nog steeds. En ik gebruik gewoon mooie, hele lange van de AliExpress. Ik haal ze bijna altijd bij de Ali, want ze zijn lang leven AliExpress. En ze zijn best wel goed. En je kunt ze niet heel vaak gebruiken, misschien 5 keer, 6 keer. Dat je ze maar 5 keer kunt gebruiken was iets wat gewoon online stond en wat ik zei. Maar ik gebruikte ze en nu nog steeds echt like 20 keer of zo. Het hangt vanaf welke je koopt, maar ik vind ze echt ideaal. En vandaag gebruik ik deze. Ik heb ook mascara gedaan op mijn onderwimpers. Oké, nou ik doe dus hele lange heftige op van de AliExpress. Ik was echt all about super lang en heftig. Dat ben ik nou nog steeds. Maar toen was het nog extremer. Toen was het echt bij elke look wat ik ook ging doen. Al moest ik boodschappen gaan doen. Lange heftige wimpers. En ik heb die nog steeds van de AliExpress. Dus die ga ik opdoen. Ik zag dat ik ook gelijk mascara had opgedaan op de onderste. Dus dat ga ik ook doen. En dan kom ik weer zo bij je terug. Oké, daar ben ik weer. Lekker heftig. I love it. Ik hou van heftig. En nu ga ik contouren met weer mijn Revolution. Oh, we gaan weer contouren. Voor contouren gebruik ik deze en deze kleur. Ook die donkere kleur. Ik ga niet mijn hele gezicht contouren. Ik doe alleen maar hier bij mijn jukbeenderen. Ik ben echt zoveel aan. Kijk hoeveel ik aanbreng, jongens. Oké, ik breng uberveel contour aan hier, dus dat ga ik doen. En nou mixte ik 2 kleuren. Ik mixte die kleur, maar ook de donkerste kleur, die veel te donker is voor mij, maar oké. Oh mijn god, oké. Ik bracht veel aan, maar ik vond het toen altijd zo mooi. En het was op zich ook wel gewoon mooi, maar ik bracht wel echt veel aan. Kijk dit. Nu ga ik mijn gezicht bronzen met de Hoola Benefit Bronzer. Oh, die heb ik nog steeds. Dan ga ik over mijn contour heen. Ik gebruikte de kwast van de bronzer. Gebruikte de kwast van die bronzer. Oké, ik bronste hier al veel. Ik bronze nog steeds veel. Hoola bronzer heb ik hier nog steeds. En ik gebruikte de kwast van de bronzer. Alleen die heb ik niet meer zoals je kunt zien. Want die gebruik ik niet. Dus ja, ik gebruik gewoon nou mijn normale bronzer kwast. En ook hiervan bracht ik veel aan. En ook echt weer zoveel op die contour. Alsof die contour niet gewoon genoeg was zo. Maar ik moet wel zeggen, ik was toen wat donkerder dan nu. Dus nu is het misschien iets heftiger, omdat ik nu wat lichter ben. Ik voelde mij toen echt helemaal high class met mijn Benefit Hoola bronzer. Want ik had toen niet veel geld. Laat staan voor high-end make-up. Dus ik was helemaal blij met mijn bronzer. Als blush gebruik ik de L'Oréal Paris Le Blush in de kleur 150. Le Blush. Fun fact, die blush was tweedehands. Ik had die van iemand anders gekocht. Ik heb die blush niet meer, maar die was best wel roze. Dus ik gebruik nu mijn Catrice Run the World blush. Die is ook een beetje zo die kleur. Dit is de kleur 40. Blush is niet echt veranderd als nou ik breng nog steeds te veel aan. Dus daarin is niks veranderd. Dan pak ik mijn Essence All About Matte Powder. En daarmee ga ik mijn hele gezicht matte fire. Ik ga echt stuk hoe ik alles vasthoud. Helemaal niet goed in beeld. Oh. Ik heb die poeder niet meer, dus ik gebruik nou een andere van L'Oréal. Die heeft wel een kleurtje, maar het is allebei een mat poeder. En alsof mijn huid niet al droog genoeg was, ging ik er ook nog met mijn blije hoofd met een matte poeder overheen. Echt, ik snap dat mijn huid zo droog was toen. Met mijn translucent powder ga ik nog hieronder mijn contour strak maken. Kijk die bakkenbaard.
Geen muziekje hier. Haal ik het er eigenlijk bijna meteen weer vanaf. Oh, maar wel die bakkenbaarden hier. Ik heb dat nou helemaal weggehaald. Maar ik had toen echt hier best wel veel haar. Of ja, niet heel veel, maar het was er wel. Oké, ik ga nou ook zo die poeder hier aanbrengen. Ook met mijn geweldige schuin afgesneden spons. En dit haalde ik er wel gewoon gelijk van af. Dus dat doe ik nou ook. Voor highlighter gebruik ik deze van JIT Cosmetics. Dit is de kleur volgens mij Toffeelicious. Maar ik zet alles nog erbij in de beschrijving. Ik vond die echt geweldig, maar hij is te donker voor mij. Ik hou echt van deze highlighter. Als je hier niet van houdt, is dit niet de highlighter voor jou. Want deze zijn echt super gepigmenteerd. Hij is echt prachtig, maar te donker. Dat had ik toen helemaal niet. Voor onder mijn wenkbrauw en neus highlight gebruik ik de Balm Mary Lou highlighter. Oké, dan bracht ik een andere daaraan. Oké. Ik heb die kleur nog steeds hier. Het was toen JIT Cosmetics. Alleen zij heeft nou haar bedrijf verkocht. En nou heet het Aim Sparkle. En zij verkoopt deze prachtige kleuren allemaal nog steeds. Ik zet haar website wel hier in beeld. Als het goed is, is het er allemaal gewoon nog. Ze zijn super betaalbaar en super mooi. Dit is de kleur die ik alvast het vaakst gebruik. Die is ook echt meer mijn kleur. Die kleur die ik in die video gebruikte is hier. En die is echt te donker voor mij dus. Maar ik had dat toen echt helemaal niet door. Maar ik ga dan maar gewoon die nou ook aanbrengen. Oké, dit dus. Godzijdank gebruikte ik iets anders voor de rest. En die heb ik ook nog van de Balm. Is een hele prachtige kleur. Ik vind die niet zo super fijn meer. Dus ik gebruik hem niet echt meer. Maar whatever, hij is oké. Ik vind de kleur gewoon mij niet zo goed staan. Voor mijn lippen gebruik ik een bruine nude-achtige kleur. Dat doe ik meestal. Dit is echt mijn go-to lipkleur. Als lippotlood gebruik ik eentje van Catrice, de Long Lasting Lip Pencil. En dit is de kleur 020 Hey Macadamia. Helemaal vaag in beeld. Ik moet zeggen dat ik liever de lippotloden van Essence gebruik, maar dat is uitverkocht. Uitverkocht. Hier overheen doe ik een Kiko lipstick in de kleur Velvet Passion Matte Lipstick. Dat is niet de kleur, ik ga stuk. Velvet Passion is niet de kleur, maar de naam van die lipstick. Ik dacht dat het de kleur was. En die heb ik ook gewoon nog echt. Die van Catrice heb ik niet meer, maar ik gebruik nou mijn Sweetie van Morphe. En ik kleurde mijn hele lippen ermee in. En dan ging ik er overheen met de lipstick. Is die nog wel goed? Jongens, I don't know. Die is inderdaad zo heel mooi bruin. Ik vind hem nog steeds prachtig. En hier ga ik dan nog overheen met deze Essence Shine 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 Red Look Lip Gloss. In de kleur 06 Bright On. Ik breng dit niet aan over mijn hele lip, maar alleen in het midden. Oké, nog een lipgloss. Ik heb die ook niet meer. Eentje die er wel een beetje op lijkt is die van Kiko. En ik heb hier de kleur 2. En die breng ik dan ook alleen maar aan hier in het midden. En als laatste gebruik ik MAC Fix Plus om het geheel nog mooier te maken. Eindelijk een beetje MAC Fix Plus, jongens. Nou, dit is dan de look. Ik hoop dat jullie het mooi vinden en er iets van hebben geleerd. Vergeet niet te abonneren en te liken. En ik hoop jullie te zien bij mijn volgende video. Oké, mensen, dit was dan de look die ik 3 jaar geleden altijd maakte. Dit was mijn allereerste Everyday Glam Go-To Make-up look. Ik vind het oprecht echt nog een mooie look. Dingen die ik anders zou doen zijn mijn wenkbrauwen. Ik vind ze nou te dun. De contour is te heftig en veel te donker. De glow is ook te donker. Ik weet allemaal niet hoe bruin ik dacht dat ik was, maar alles was allemaal te donker. Maar voor de rest vind ik het wel mooi. Ja, de oogschaduw is ook wel echt te laag. Maar voor een everyday look gewoon vind ik die ook gewoon prima op dit moment. Ik stoor me het meeste aan de contour. Die vind ik vooral hier. Ja. Maar voor de rest, de lippen vind ik ook prachtig. Ik vind het echt wel een mooie look. Ik zou gewoon hiermee over straat gaan. I like it. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video en nou ook hebben gezien hoe ik ben begonnen. Nou, dit was het dan. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!